We hebben een nieuwe laptop van ROG op de redactie gehad. En dat betekent dat dit item ook mede mogelijk gemaakt is door ROG. En het betreft de Zephyrus. Zeg ik het goed? Zephyrus? Zephyrus. Zephyrus. Zephyrus M16. Ja. Ook een heel lekker wapen, M16. Ja, je moet niet bij de douane komen van... Oh, ik heb een M16 in mijn tas. Nee, ik heb een M16. Mag, kan ik die invoeren? Nee, het is inderdaad een nieuwe laptop. We hebben hem een weekendje mee naar huis mogen nemen. Althans, Daan heeft dat gedaan. Je kreeg ook bij Monster Hunter 2... Nou, niet zozeer omdat dat nou de meest... Specs... Monster Hunter Stories 2. Monster Hunter Stories 2, ja. Dat het nou niet de hardste specs-trekkende game aller tijden is. Maar gewoon, je moest die toch testen. Ja, en ergens wel goed om mee te testen, want het is een vrij kleurrijke game en je kan meteen even goed zien of de kleuren een beetje pop. Absoluut. Ja. En nog even voor de duidelijkheid, omdat dat soms een beetje, ja, mensen daar vragen daarover, maar dit is natuurlijk niet gewoon een hardcore test. Er zijn heel veel sites die ja, doen benchmark shit en die doen dat uitermate goed. Dat doen wij niet. Wij spelen er gewoon mee en wij geven gewoon aan of het een laptop is waar je naar kunt kijken of niet. Als hij gewoon echt bagger is, dan zeggen we dat. En als we zoiets hebben van, nou, het is gewoon een tof ding, doe je voordeel mee. Ga kijken wat het is. Dan geven we het ook. Kwalitatief empirisch onderzoek. Dit is, ja, precies. Ik bedoel, zou jij, als jij het geld zomaar eventjes had gekregen van mij, zou je hem dan willen kopen of niet? Wetende, ja, dat er ook nog... bedoel, het is op dit moment echt een oorlog op de markt van de gaming laptops. Al die merken komen... Ja, gaming componenten überhaupt. Ja. Dus het lijkt me dat laptops daar ook wel onder vallen. Absoluut. Heel veel mensen vragen ook van, ja, maar bedoel, is er dan een markt voor? Ja, er is zeker een markt voor. Misschien dat jij niet de degene bent voor wie de markt is, maar er worden ontzettend veel gaming laptops verkocht op dit moment. Vandaar dat ROG, MSI, al die bedrijven zetten er ook vol op in. Ja. Dit is weer een nieuwe lood aan de boom. Ja, en een ergens een vreemde eend in de bijt. Ja. Als je naar specs kijkt, allereerst, ja, de meeste laptops die je tegen zult komen zijn ofwel een 15 inch, ja, ofwel een 17 inch laptop. Ja. Deze, de naam zegt het al een beetje, M16. Dit is een 16-inch laptop. Ja. Nou, waar uitzicht dat in? In een 16:10 scherm. Normaal heb je 16:9 verhouding. En over het scherm gesproken, en dat is meteen een van de dingen die wel komisch is, want wij hebben natuurlijk best wel vaak laptops gehad, waaraan, nou ja, we hebben al laptops met een 3070 gehad, laptops met een 3080 gehad. Mm-hmm. Maar heel vaak zit daar gewoon een 1080p scherm in. Ja. En ergens kostentechnisch snap ik dat, maar dan haal je niet het ideale uit wat er voor de rest in de laptop zit. Hier zit dus een niet een 1080p scherm in, maar een 1440p scherm in. Dus de BQHD. Je hebt normale HD schermen en de ultra quality HD. Nou, dat is dus een 1440p scherm. Het is een 16:10 scherm, dus het is 2560 bij 1600 uit mijn hoofd. In plaats van 2560 bij 1440, wat normaal als 16:9 verhoudingsscherm is. Maar daarom past die al meteen beter, mijns inziens, bij de specs die er voor de rest in de PC zitten. Want wat zit er nog meer in? Geen 3070, geen 3080, nee, een 3060. En een 11e generatie Intel i9 11900H. Wel echt de top van de processoren. Mm-hmm. En de, ja, nog net geen, eigenlijk ook de top, maar de subtop van de grafische kaarten. Maar dan wel met een scherm wat er gewoon spektechnisch gewoon wel goed bij past. Ja. Wat voor mij al meteen een stuk logischer was dan de 3070's, de 3080's die je voorbij hebt zien komen. Maar dan met een 1080p scherm. Ja. Dus dat was al meteen een goede plus voor mij. En dat scherm is ook echt prachtig, kleuren zijn helder. Het is een beetje een mat scherm, dus je hebt ook, ja, niet de reflectie. Nou ja, misschien moet je hem even omdraaien. Ja, ik zal hem even omdraaien. Bedoel, ja, mensen zien ongetwijfeld nu al plaatjes voorbij komen en filmpjes. Ja, nee, maar ik bedoel, kijk, ik ben niet zo technisch wat je allemaal zegt. Maar kijk, wat opvallend is inderdaad, ja, ze noemen dat de bezel volgens mij. Ja, dus de randjes aan de zijkant. Ja, die zijn normaal altijd vrij dik. En deze zijn extreem dun gemaakt, waardoor, ja, het lijkt alsof je een 15 inch hebt. Maar er zit een 16 inch scherm in. Dat is een beetje trucje. Ja.
wat ze doen. Ze weten steeds meer in die kleine dunne dingen te proppen. Nou ja, dat is bizar. Ze gaan steeds minder ruimte gebruiken voor de componenten die erin zitten. Dus ja. wat zich resulteert in of hele dunne randjes, de bezels. Nou, ik hou het gewoon op randjes, want het klinkt gewoon lekkerder. En ook een vrij... Kijk, het is niet de dunste per se die je ooit hebt gezien. Maar voor de dingen die erin zitten, de grafische kaart, de processor... er zit een 1 terabyte vierde generatie, of PCIe 4.0 SSD in. Er zit 16 gigram in. Ja, dat is. En liquid cooling trouwens ook. Kijk, dat is natuurlijk allemaal best wel veel om in een laptop te proppen. En bij wat lagere spec laptop, dan snap ik dat je daar minder ruimte voor nodig hebt. Maar ze weten wel steeds meer te proppen in een steeds kleinere ruimte. En dat is alleen maar goed. Ja, hij staat ook een beetje... Heel veel laptops liggen wat plat. Ja. En hier zit er aan de onderkant zit er een klein randje... waardoor die wat schuiner... Hij loopt een heel klein beetje af. Ik vind dat altijd ergonomisch wel lekker... dat je iets hoger zit met je handen. Maar ja, je hebt ook een vrij groot... voor een 15, nou, zeg 16-inch laptop... vrij grote trackpad. Opvallend. Niet dat je die... Ik heb toch altijd dat ik gewoon muizen... erop aansluit. Ja. Of een controller in het geval van dat ik ga gamen. Dus ik gebruik die niet heel veel, maar het is in ieder geval wel handig dat je wat meer ruimte hebt om je vinger te bewegen. Ja, geen numpad zie ik ook. Althans niet zeg maar die toetsen, dat hebben ze er allemaal afgehaald. Dit is ook echt, dit wordt als een gaming / creator laptop op de markt gezet. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Ja, het is even kijken wat zit er nog meer in. Ja, ik zit nu even te kijken, want hier lopen de boxjes. Er zit namelijk Dolby Atmos in. En dan vraag je af van ja, een laptop met Dolby Atmos, hoe uitziet dat dan? Nou, het geluid kan in ieder geval vrij hard. Mm-hmm. En dan klinkt het voor laptopgeluid, klinkt het ook wel echt goed. Moet je je weer afvragen, heb je dat echt nodig? Aangezien je tijdens het gamen waarschijnlijk toch altijd een headset op hebt en... Het gemiddeld gezien schelle geluid van een wat er uit een laptop komt, wil je niet hebben. Maar voor een laptop, moet gezegd worden, heeft hij heel goed geluid. Want er zitten namelijk echt wel zes kleine versterkertjes in. Ja, maar dat is wel een leuk punt. Hè? Want wat mensen toch heel vaak doen, en ik zie dat ook in de comments, is onmiddellijk een laptop vergelijken met een desktop. En als je een desktop hebt, dan moet je niet doen. Daar zitten ook altijd, heb je altijd boxpagina's. Want die staat namelijk gewoon thuis. En dit is gewoon, bedoel, jij neemt hem mee hier naartoe. Je neemt hem, je gaat een weekend met vrienden toevallig naar een of andere huisje zitten. Je neemt hem mee om daar bijvoorbeeld een potje te spelen. Mm-hmm. Dan neem je ook niet een hele boxenset mee. Nee. Dan ben je blij als er gewoon een beetje knap geluid in zit. Want je hebt ook heel veel laptops waar het geluid echt minimaal is. Ja, nee, ja. Zo moet je denken. Je moet niet verwachten dat er ook hele sterke bas uitkomt of zo. Nee, want dat is gewoon letterlijk niet te doen in een laptop. Ja. Maar voor een laptop zijn, dan komt er prima geluid uit. Ja. Zeker. Dus zo moet je dat ook zien. Voor mensen die gewoon iets mobiels willen. En heel vaak is dat inderdaad dat creëren en dan ook nog gewoon kunnen gamen of geen zin hebben om twee PC's thuis te hebben. Namelijk één om te werken en één om te gamen. En daar een combinatie van maken. Dus dat is de markt waar zij op mikken. Er zit dus een 3060 in. En ik vind het wel grappig dat van in hoeverre... Kijk, hij kost zo rond de €2100. Ja. En je merkt heel erg bij de doelgroep hardcore gamers... 3080, 3090. Weet je, het gaat alleen maar daarover. Ik bedoel, in hoeverre... Als jij Monster Hunter speelt, heb je dan die 3080 nodig? Nou ja, dat is dus een beetje het ding waarom ik dat scherm zo fijn vond. Ja. Deze specs voelen gewoon net even iets meer afgesteld op wat er in zit. Dan waar je eigenlijk bij veel anderen echt een overkill aan specs hebt met een scherm waarvan je denkt van ja, moet ik dan een laptop of een game op mijn laptop? Of moet ik dan alsnog mijn laptop hangen aan mijn tv? Want dat is een 4K tv en die kan dat wel enigszins draaien. Want de 3080 laptop variant is altijd alsnog minder krachtig dan de desktop variant uiteraard. Maar de meeste, of tenminste de games die ik erop geprobeerd heb, in ieder geval is Monster Hunter. Die speel je gewoon op high, speel je dus gewoon op 1440p, loopt lekker soepel, ziet er prachtig uit, kleuren komen heel goed uit op dit scherm. En wat ik zei, dat matte scherm, wat de meeste laptops tegenwoordig ook wel hebben hoor, die zorgt in ieder geval voor dat je niet heel veel reflectie krijgt. Ja. Ja, en dat is gewoon, dat voelt eigenlijk heel logisch. Ja. En het des te gekker dat heel veel andere laptops dat niet hebben. En misschien zeg ik wel iets heel raars hoor. Maar ja, dit is voor mij wat logischere keuze. Wat hier allemaal in zit, ook qua scherm en zo. Dan veel andere laptops. Ja, misschien hebben ze het prijstechnisch goed voor elkaar kunnen krijgen. Dat weet ik ook niet. Het is een 165 hertz IPS paneel. Dus het is ook nog eens, het is een goed...
1440p scherm wat erin zit. Deze laptop gaan we de komende weken, beginnende waarschijnlijk vrijdag, ook in 4 zomerstreams zien. We gaan er allerlei dingen mee doen. Sommige zullen vreselijk low spec zijn, waar je eigenlijk met elke laptop iets kunt doen. Het gaat ook om de fun. Maar we gaan ook proberen Flight Sim erop te laten draaien. Dan gaan we kijken, gaan we een tochtje maken over de stranden en gaan we eens kijken waar iedereen op vakantie gaat. Dat soort dingen allemaal, weet ik veel. Dat is een prima idee. Ik heb met ROG overlegd en die zeiden, hij draait hierop. En oké, ook. Zeker als je hem op een extern scherm aandoet, dan gaat dit gewoon, gaat het gewoon werken. Hij draait ongetwijfeld prima. Kijk, hij zal niet. Kijk, Flight Sim is een zware game. Ja. En je gaat hem niet op 4K kunnen draaien hiermee. Nee. Moet je ook niet van uitgaan. Kijk, ik denk als je dit zou vergelijken met de consoles die er nu zijn, met Series X en de PlayStation 5, dat ze vrijwel gelijk aan elkaar zijn. Misschien heb deze net iets, ja, durf ik niet echt te zeggen eigenlijk, want het verschilt hier en daar steeds net, het is of net 2% minder en de andere weer 3% meer. Dus ja, dat is lastig te zeggen. Tenminste vanuit een gewoon ervaringsonderzoek perspectief. Waarschijnlijk als je benchmarks runt, dan krijg je veel duidelijker beeld van oké, dit is precies zoveel procent minder goed of beter. Maar wat ik zeg, weet je, het is een laptop die, en nogmaals, het is een laptop die gewoon heel logisch voelt. Ja. En het is een mooie laptop. Hij is lekker mat. De RGB is niet overdreven. Nou, hij staat nu op wit, dus dat is ook sowieso niet het geval. Het geluid is voor een laptop prima. Er zit een goede trackpad op. Het scherm is fucking mooi. Dat is echt wat het meest is opgevallen. Hoe lekker het scherm is vergeleken met veel andere laptops. Dus ja, het is, ja, misschien, weet je, ik denk ook van, we moeten het ook misschien stoppen en de community, ja, de community moet natuurlijk zelf weten wat ze doen, maar het vergelijken met de, weet je had het ook al met het zelfbouw, jezus, een hoop geld, en ben blij dat ik een PlayStation 5 heb. Ja, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, het is duur. Aan de andere kant, als jij een PlayStation 5 hebt, heb je nog niks, moet je nog steeds een mooi scherm erbij kopen. Dan wil je een 4K schermpje hebben, dan ben je ook behoorlijk wat geld krijgt. Het gaat er natuurlijk om, in principe, wat wil je? En als jij een laptop wil waar je op kan creëren, waar je op kan werken en waar je op kan gamen, dan is dit item gewoon leuk voor jou. En dan kunnen we eigenlijk nu gewoon zeggen en check ook vooral de technische reviews die je her en her kan vinden met specs. Hij komt gewoon heel goed uit die strijd. Interessant dus voor je om hier gewoon eens naar te kijken en misschien een keer uit te proberen ergens. Dat is waarom. Mag ik jou dan de vraag stellen van als je 2100 euro hebt liggen, zou je dan gaan voor een laptop of zou je dan alsnog proberen een desktop te bouwen? Nee, ik wil niet bouwen. Bouwen. Nee, ik werk nu thuis op een ROG laptop. Daar speel ik wel eens wat via Stadia op. Of af en toe gewoon eens een kleine game, weet je wel. Ik vind het gewoon prettig om gewoon, ik heb niet zo'n grote woning. Ik vind dit prettig. Het is ook een persoonlijk ding. De manier waarop ik naar geld kijk. Sommige dingen vind ik knijterduur. En de andere zegt, het is helemaal niet duur, het is toch vet. En bij bepaalde dingen, zoals apparatuur bijvoorbeeld of een scherm, ik betaal graag veel geld voor iets wat ik heel erg mooi vind en waar ik heel erg blij van word. Dat is gewoon zo persoonlijk. Dus als jij zoiets hebt van, ja, maar ik ga geen 2100 euro uitgeven voor een laptop, moet je het ook vooral niet doen. Wetende dat als je iets kwalitatiefs, ja, dan zit je in de, het zijn geen krankzinnige prijzen binnen het spectrum wat het is. Het is nou eenmaal gewoon duur. Dat is het hele probleem van goede gaming of creator laptops. Die gaan gewoon pas vanaf 2000. En dan zit je nog aan de lage kant van het topspectrum. En ik snap dat wel, want probeer dat maar eens in zo'n stukje te doen. Want wie weet is het goedkoper als je er weer een zo dikke case van maakt zoals vroeger. Maar dat koopt ook niemand. Mensen willen altijd dunner. Net zoals met games. Games worden duur, maar we willen allemaal wel groter. Dit is gewoon wat het kost. Ik denk gewoon, Daan heeft aangegeven wat hij ervan vindt. Je kan de reviews checken. Het is in ieder geval iets waar je gewoon echt naar kunt kijken. En de komende weken zie je hem dus op vrijdag hopelijk schitteren. Want ja, dan is het gewoon, ja, weet je, als hij niet doet, doet hij het niet. Nee. Maar dan hoop ik, RG heeft gezegd, dat gaat het allemaal redden. De ultieme test gaat toch denk ik Flight Sim zijn. En kijken hoe ver we het kunnen pushen. Want dat is wel, dat ben ik een beetje vergeten te zeggen. Kijk, het is natuurlijk, warmte is ook altijd een ding. Ja. En hij heeft liquid cooling. Dat is wel een mooi woord. Klots
kotst die als je hem zo... Nee, dat is zeker. Zo werkt dat dan weer net niet. Maar de warmte is altijd wel een beetje... Ja. Bij mij dat ik denk van, oké, nu is die aan het loeien. Eens even kijken hoe warm die wordt. En als je dan voelt, zeg maar, de rand die vlak... Ik zal het heel veel aanwijzen. Zeg maar, ik weet niet of je het ook duidelijk ziet. Maar zeg maar, deze rand hier, vlak onder je scherm... Ja. Die wordt ook wel echt al stevig warm. Als het ja. Hoor. Dat ja, dan, ja, dan moet je niet je vingers 5 seconden ophouden. Want dat doet echt wel gewoon pijn. We beginnen heel rustig. Dus die flight sim die komt volgens mij de derde stream. En dan horen we wel mayday, we going down, we going down. En dat zien we al. Dit is in ieder geval de ROG Sapphire M16.